zijn in Veenendaal voor het NK Sprint Triathlon met bijna 100 mannen aan de start vandaag. Het NK zowel voor de mannen senioren als voor de junioren en de neo-senioren vandaag op het programma. En dus de vierde wedstrijd uit de Lotto Eredivisie Triathlon. De zwemmers zijn weg. 750 meter zwemmen vandaag in de surfvijver bestaande uit twee rondes. En dan zijn we in de wisselzone. Dan is Marco Akershoek als eerste bij zijn fiets. Menno Koolhaas daarbij. Jeffrey Reinders ook gezien. Daar is Bas de Waal. En we zien een kopgroepje ontstaan. Jorik van Echtdom kwam niet bij de eerste groep uit het water, maar wist in de eerste ronde al het fietsen naar zijn hand te zetten. Hij sloot aan bij de kopgroep samen met Menno Koolhaas hier. Ede van der Meer zit daarbij. Donald Hillebrecht zit in de groep. Dan zijn ze in totaal met z'n zeven. Hier een achtervolgende groep. Van VZC daarbij, de man van TC Twente, van de Trimate. En Even van der Meer geeft gas. Jorik van Echtdom ziet er gretig uit. Hij wil natuurlijk heel graag op zijn thuisparcours. De man die vorig jaar in Amsterdam de sprinttitel won. En ook vandaag een van de grote favorieten is. En dan zien we hier dat het verschil tussen de koplopers en de achtervolgers niet heel erg groot is. Ede van der Meer ment opnieuw de kopgroep. Door het stadion heen. En op het moment dat de kopgroep dan het stadion uitrijdt, dan zien we dat ook de achtervolgers alweer in beeld komen. En dan een klein oponthoud daar. Een van de mannen van Challenge TV Almere wordt daar opgehouden door een valpartij. Iemand van TC Twente is daar gevallen, zo te zien. Ja, dat is Davy Wolthuizen. Die kan zijn ambities voor een topklassering voor vandaag opwerken. De koplopers werken goed samen, maar ook daarachter wordt goed georganiseerd met de mannen van Davilex hier. Nick Heldoorn, de eerstejaars junior. En voor hem de Duitse Sasseraad. Het verschil tussen de koplopers en de achtervolgers is klein. En heel klein. En in de wisselzone blijkt dan dat alles toch nog bij elkaar is gekomen. En dat betekent dat we met een grote groep in het looponderdeel gaan beginnen. Marco Akershoek, hier is een van de eerste weg. Vincent Beum ook, Jeffrey Reinders. Maar het is Jorik van Echtdom die als eerste in het stadion uit is. En meteen de leiding neemt. Hij wil natuurlijk laten zien wat hij waard is op zijn thuisparcours. Hier met een Koolhaas. Na één ronde lopen komt hij als tweede door. Dan op weg naar een zilveren medaille op het NK. Want het is Jorik van Echtdom die eigenlijk met speelsgemak afstand heeft genomen van zijn concurrenten. Van Echtdom verdedigt dus zijn titel, column 14. En hij laat nog even zien waarom hij de nummer 1 was vandaag. Tweede plek is dan voor Menno Koolhaas. Vorig jaar nog tweede op het NK Junioren en nu dus tweede op het NK Overall. En de derde plek is voor Marco Akershoek. En dan hebben we drie neo-senioren op het podium staan. Donald Hillebrecht sprint dan nog voor plek 4, dat dan de Duitse Sasseraad. En die doet wel goede zaken voor zijn team Davilex. Het podium bij de mannen dus. En ook het teampodium. Geef de heren van het team Triathlon op 1, 2 en 3 een hartelijk applaus. En natuurlijk ook namens de organisatie hier in Veenendaal. Met Davilex vandaag op 2. De overwinning is voor Squadra Kalas uit Eindhoven, net als in de voorgaande wedstrijden op de derde plaats. Ring Specialized vocht het 3-team uit Rotterdam. En dan zien we dat Squadra ook aan de leiding gaat in het tussenklassement van de Eredivisie met nog één wedstrijd te gaan over 3 weken in Almere.